Hey groep 7, laatste instructieles van vandaag alweer. Estafetten. Nou, het flitsen doe ik vandaag via de site van Woordentrainer. Dus niet via de methode die je gewend bent, dus de estafettenmethode. Maar ik heb even de site gepakt van Woordentrainer, zodat we ook weer een keer wat andere woorden kunnen oefenen. Nou, bij Woordentrainer heb je 3 snelheden. En ik pak de eerste en de tweede. Als je nou zelf wil oefenen op die derde snelheid, dan kan dat natuurlijk. Moet je gewoon naar de site zelf toe gaan. Nou, nadat we geflitst hebben, lees ik de tekst voor de keuzetekst. Keuzetekst A kies ik vandaag. En dan leg ik je daarna uit wat we met die tekst gaan doen. Nou, we gaan eerst flitsen. Daar gaan we. 3, 2, 1 en start. En dan zet ik hem daar even stop, want dit waren er heel veel die we vandaag kregen. Nu laat ik dezelfde woorden langskomen, stop ik dus weer bij avondeten, maar dan een stukje sneller. Daar gaan we. 3, 2, 1 en start. Yes, en daar stopt. Ik stond al een paar keer zo van, oh, ik moet hem stopzetten, dan kwam er toch een ander woordje. Nou, dit was het flitsen voor vandaag. En ik zei al, als je toch meer wil flitsen, geen probleem, ga je even naar de site van Woordentrainer. Nou, wat je nu heel even doet, is de keuzetekst aanpakken. De Fashion Academy staat op bladzijde 28. Wat ik doe, ik lees hem met jullie samen door. Dan weet je waar de tekst over gaat. Krijg je daarna van mij de opdracht. De Fashion Academy. De Fashion Academy is een heel bijzondere school. Alles draait er om mode en om de geheime opdracht. De leerlingen van de FA hebben allemaal een eigen kamertje en ze eten en slapen op school. FA Fashion Academy. Een weekend per maand gaan ze naar huis. Abu en Ravi zitten in de les van meneer Van Baal als de directrice Donna Sophia binnenkomt. Abu zat op het puntje van zijn stoel met zijn handen op zijn buik geklemd van het lachen. Meneer Van Balen kon zo prachtig en grappig vertellen. Vandaag was hij verkleed als vrouw. In een roze mantelpakje met huidkleurige panty stond hij voor de klas. In zijn oren bungelden pareloorbellen. Om zijn nek droeg hij een hele lading aan parelkettingen. En hij had een armbandje met parels om. Zo zag één van onze twee heldinnen van deze winter Coco Chanel eruit in de eerste helft van de vorige eeuw. Niks corset of andere ongemakkelijke, knellende kledingstukken. Dankzij haar mochten vrouwen eindelijk in comfortabele mode rondlopen.
En, in tegenstelling tot ons andere archetype, Cinderella, lief zij ook op praktische schoenen. Hij stak zijn zwarte instappers met blokhakken één voor één vooruit. Als ik dit doe, hij trok de koker op tot op zijn knieën, tot boven zijn knieën, sorry, begrijpen jullie vast wel waarom ze nooit minirokken ontwierp. Abi veegde de lachtranen van zijn wangen. Die meneer van Balen met zijn dikke o-benen en knotsknieën. Dag juffen. Ik had publiek. Even kijken, het zag er niet uit. Coco Chanel had niks met knieën. Ze vond ze lelijk en... Plotseling vloog de deur open. Abi hield zijn adem in en zat, net als de anderen, onmiddellijk verstijfd in zijn stoel. Zou dit het onverwachte inspectiebezoek zijn? Nu al? Wat heeft dit te betekenen, meneer Van Balen? Strenger dan een heel bataljon aan legercommandanten, keek Don en Sophia naar de leraar geschiedenis. Ik vertel onze jonge modeprofessionals over het leven en werk van Coco Chanel. Donna Sophia, antwoordde meneer Van Balen braaf en keurig. Abu klemde zijn lippen op elkaar om niet weer een lach uit te barsten, want dit was stiekem ook weer te grappig. Abu, welke fout heeft meneer Van Balen gemaakt toen hij zichzelf staalde voor deze les? Tenminste, ik neem aan dat het alleen voor deze les is, meneer Van Balen. Meneer Van Balen knikte zo hard dat zijn pareloorbellen ervan rinkelden. Abu fronste zijn wenkbrauwen. Had meneer Van Balen een fout gemaakt? Hij scande de leraar van top tot teen. Zijn kleren zaten niet binnenstebuiten of achterstevoren. De knoopjes van zijn jasje waren goed dichtgeknoopt. En hij had geen onbehoorlijk décolleté of zoiets. Misschien had hij nog handschoentjes aan moeten trekken. Donna Sophia liep naar meneer Van Balen en wees op zijn mantelpak. Uiteraard. Maar dat bedoel ik niet. Coco Chanel zei altijd, kiest een vrouw de verkeerde jurk, dan herinnert men zich de jurk. Kiest ze de juiste... Dan herinnert men zich de vrouw. Roze is uw kleur niet, meneer Van Balen. Ooit van een little black dress gehoord? Abi maakte aantekeningen van alles wat Donna Sophia zei. Je wist nooit waar het goed voor was. Hij hoorde hoe Ravi naar hem zat te gapen en had een beetje medelijden met zijn vriend. Ravi vond mode interessant, zolang het over sport en schoenen ging. Maar mantelpakjes? Nou, de les gaat eens over de Fashion Academy. Maandag ben je bezig geweest met Coco Chanel. Gisteren zijn we bezig geweest met kleding en mode gewoon in zijn algemeenheid. Wat je me nu gaat doen als opdracht, is een beetje een gekke opdracht. Want normaal gesproken geef ik je altijd op de woensdag, heb ik op het bord staan van, hey, wat is de vraag? Hier is mijn vraag, dit is jouw antwoord. Wat je nu gaat doen, je kiest of de tekst van maandag, of de tekst van gisteren, of de tekst van vandaag. Vandaag is een verhaaltje. Gaat wel over Coco Chanel en is ook gericht op de mode. Die van gisteren, dat was een beetje mode in zijn algemeenheid. We hadden van tevoren nog gezien die prachtige jurken die vrouwen aan hadden. En in de eerste les zijn we bezig geweest met Coco Chanel. Nou, jouw opdracht is, vat in 10, maximaal 15 zinnen... Eén van de drie teksten samen. Dus of je kiest het verhaal van Coco Chanel, gewoon haar leven. Of je kiest de tekst van gisteren, toen we het over mode en de snavelschoenen hebben gehad. Die kun je samenvatten. Of je kiest het verhaal van vandaag. Eén van die drie kies je en die zet je me weer op de foto en daarna op de mail. Donderdag doen we dan weer een gewone les uit het boek met instructie. En ik hoop dan ook dat we gewoon weer kunnen flitsen. Nou, dit was hem voor vandaag. Ik zie jullie samenvatting graag in mijn mail verschijnen. Voor nu een hele fijne middag. En dan zie ik je donderdag weer. Doei doei!